Welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Dit keer staan we voor de Jumbo. Het wordt een straatsessie. En ik wil u laten zien hoe manisch depressief je kan worden wanneer je boodschappen moet halen, maar je bent op dieet. Dus ik zal zeggen, kom gezellig met me mee. Het begint al gelijk goed. Normaal gesproken heb ik een grote boodschappenkar. Of een van deze. Maar we gaan voor de kleinste formaat. Om niet in de verleiding te komen om te veel te kopen. Maar ja. Je begint al, je wordt al geconfronteerd met Ferrero Rocher. Het begint al goed. Kijk hier. Alleen maar chocola en suiker. En kerststal. Waar die mensen je mee ontvangen. Dan ben je toch geheid gedoemd te mislukken. Oh nee, ik ben die M&M's vergeten. Ik heb die M&M's hier. Ja. Weet je wat? Omdat ik niet lauw ben. Ik ga die M&M's niet kopen. Maar ik ga even ervan genieten dat het toch in mijn mandje zit. Wanneer ik klaar ben met boodschappen, zet ik het terug. Ik moet toch een beetje iets van suiker in mijn mand hebben. Kijk hoe ik het vasthoud. Dit is echt een filmpje voor die ladies die eeuwig op dieet zijn. Chipotle, ik ben op dieet. Ik kijk naar Dunkin' Donuts. Nog nooit heb ik een Dunkin' Donuts in mijn leven gegeten. Nu streelt het mijn oog. Alsof het laatste is op aarde. Ik zie dingen, pizza. Kijk hoe mooi die pizza's gesorteerd zijn. Kijk hoe mooi ze gesorteerd zijn. Zo rijk belegd. Eeuwig klaag dat pizza's niet rijk belegd zijn. Nu zijn ze om in brintje. Oh, als je denkt dat die rauwe pizza's... Kijk, nu zie ik iets nieuws. Ik ben bij een andere Jumbo daarom. Kijk. Pizza al klaar. Het is klaar, ja. Barbecue. Wat is die andere? Kip shawarma. Het is klaar. Het is ready. Kijk. Vers uit de oven. Het is ready steady. Om gegeten te worden. €1,75. Het is niet eens duur. You lucky beast you. Aan de andere kant hebben we de welvertrouwde croissantjes. Laat me even die camera draaien. Kies en mix. 4 voor 1 euro. Dan ben je toch gedoemd. Huh? Ben je toch gedoemd om een afvalpoging te vernietigen. Ja, ik heb die donuts ook gezien. Ik maak even een scare eye naar die donuts. Het ruikt zo spang hier. Alles zo vers. Ja. Oh, Laplace leeft nog. Oh no, spotto. Oké, we hebben de broodafdeling overleefd. Nu komen we naar die koekenafdeling. Ik zie om hem Surinaams-achtige kerststal dingetjes hier. Oh ja, en dan verdwaalt de Dunkin' Donut. Die mensen die dit proces niet snappen, we zijn al een paar minuten verder. En Tenno heb ik nog steeds niet in mijn mandje. Want ik moet voorbij alles lopen. Want niets past in mijn dieet. Wat ga ik eten als niets erin past? Toch hinderlijk. Nog meer brood. Er is veel brood. Hi, Baya. Nu komen we op de extra goedkope afdeling. Extra goedkoop. Zo mooi. Een Chardonnay. In de aanbieding. Terwijl ik het niet kan drinken. 3,5-2 betalen van die Heineken. Voor jullie maak ik ook een skirai. Een achterklap skirai. Hoi. Dus we lopen nu. Jumbo Chicken Wings in de aanbieding. Mm-hmm. Luister naar jullie. Maar eerste klas. Prima. De ruiter. Ik heb lang geen ruiter gegeten. Eigenlijk heb ik nog nooit ruiter gegeten. De afgelopen 10 jaar heb ik geen ruiter gekauwd. Nu ziet het er onmissmakelijk uit. Ja. Laat me die old school original gangster pakken. Deze toch? Deze was spang. Maar we weten allemaal dat we met deze zijn opgegroeid, ja? Die huismerk. Alibi Betranga. Ja. En die Duo Panotti. Duo Nanga Panotti. Mm-hmm. Maar niemand heeft die Duo Panotti vroeger gegeten, hoor. Het was deze. Maar we waren tevreden. We waren gelukkig. We kregen chocola die gemengd was wit en bruin. Sandwich spread trekt me ook. Ik kan al die honing hier op vreten. Ook pindakaas. Oké, die Vosting pindakaas. Ja, het werkt is nog steeds. Ja, man. Dus nu zijn we bij de kaasafdeling.
je niet voorstellen. Die hele kaka'safdeling kan ik ook overslaan. Pas niet in mijn dieet. Tunnel is mijn mandje nog steeds. Ja, eieren kan ik nemen. Vrij. Ik zie. Laat me niet overdrijven. Eieren kan ik nemen, dus ik neem een doos eieren. Ik ben blij. Eindelijk zit iets in mijn mandje. Laat me kijken of die eieren niet gebost zijn. Kijk hier, die X's. Mooi man. Medium. Ik zeg je medium eieren. Ik koop geen large eieren meer. Omdat het zo'n oplichting is. Er zit lucht. De rest is opgevuld met lucht. In die X'ie. Dus ik koop het niet. Large. Uiteindelijk bak je het in die pan. Het is even groot als de rest. Laten we even voor het genot door de koekenafdeling gaan. Kolokoekoekoe. We beginnen eerst met thee. Kijk hoe laag die mensen zijn, toch? Dus dit gangpad, toch? Ze denken eerst van we trekken je eerst aan het begin van het gangpad met die gezonde spullen. Je moet die psychologie begrijpen van boodschappen doen. Dus ze trekken je in die gangpad met thee. Kijk waar die thee op overgaat. Heftig, oma koek als eerste. Snap je? En vervolgens zo suiker, zoeker, nonsens. En uiteindelijk als je al die koeken hebt gezien. Zo prins. Wacht die, dat wat je overdosis krijg je als zo suiker en snoep. Uiteindelijk is je mond zo zuur en zoetig dat je je bek kan spoelen met een beetje kauwgum. Die mensen zijn langjes die winkels inrichten. Ja, kijk maar, we hebben onze Mattie gevonden. Kijk die hele familie hier. Laat me die camera draaien. Kijk hier. Kijk die M&M familie. De M van M, mormor. Ja man. Toch lastig. Tot nu toe heb ik eieren. Tony, kijk Tony Chocoloni. Hè? Al die kleuren zijn vertegenwoordigd. Terwijl ik twee repen thuis heb. Ik ga die Tony ook die witte chocolade toch? Hey, hoeveel mensen zijn in die pakslaag gegaan van Tony Chocoloni? Dus je denkt, als je snel boodschappen wil doen toch? Ai, ik pak even. Wat denk je? Nee. Nu moet ik even opletten. Wat is ook weer die verwarring? Hebben jullie wel eens dat je een pak pakt, volgens mij die witte, die gele, ja. Dat je die gele pakt, of hebben ze die verpakking aangepast? In ieder geval dat je denkt, je hebt, wat is het, nou die melk? Die rode. In ieder geval dat je denkt dat je die witte chocola hebt, maar je hebt die witte chocola niet gepakt. Je moet goed lezen wat heeft. Laat me die witte chocola zetten, ook in mijn mandje. Ik zal het straks terugkomen brengen. Je moet toch wat in je mandje hebben. Die mensen moeten niet denken dat je voor meubilair hier in de winkel rondloopt. Tot nu toe heb ik eieren. En ik pak weer eens keer naar die theerek. Lucky beast you. Boter kan ik overslaan, want daarom ben ik op dieet. Mijn hele adersysteem is gekalkt met boter en vet. Een frisdrank. Frisdrankenafdeling. You lucky beast you. Alles is laag in deze winkel. Laag. Min 5. Kijk al die sappen hier. Yukonios. Ja, en als laatste, nadat je al die colas en die fantas hebt gezien, kom je hier. De waterafdeling. Ja. Het is toch laag dat ik alleen Bardeduc kan grijpen. Kijk hoe ontevreden mijn gezicht is. Oké, Milop Krisa niet dat wel, dus ik was vrolijk van deze afdeling. Kijk waar ik. Als ik je zeg dat ik de hele dag hier kan lopen, al die producten kan tellen. Ik moet eigenlijk hier komen spiegelen. Laat me een beetje spiegelen voor die mensen. Jullie moeten respect hebben voor die dingen. Zie hier. Kom spiegel. Hoezo kan je maar één Dubro badkamers cleaner hebben? Kom spiegel. Respect moet aanwezig zijn, man. Dit moet op voorraad zijn. Jullie zijn laag. Lui en laag. Ja, man. Ik kan de hele dag hier komen kijken naar Krisani. Schoonmaakdingen. Hai. Dit is always voor die dames van hun punette lekt. Sorry, die moest er even uit. Hai, Baya, nu gaan we op die hondenrommels. Mensen met huisdieren. Als ik je zeg dat ik me saaf-saafri voel hier. Ik kan niet meer die poespoesies dingetjes, maar de rest is oké. Even een kleine mededeling. Willen jullie kijken naar jullie keukenspons? Of die keukenspons van je aanvervanging toe is? Dat ding is 85 cent, hè? Ik kom bij mensen thuis, dan kijk ik naar hun keukenspons. Als eerste wat ik ga doen, ik ga mijn handen wassen. Is niet om mijn handen schoon te maken, mijn handen zijn schoon. Ik ga beoordelen hoe je keukenspons erbij staat. En dit ding. Wat lijkt op jullie koude tandenborstel. Gooi dat ding regelmatig weg, man. Kijk, het valt.
Laat me dit ver achter Juka, want wie ze vaat was met die duel was afwasborst als je zaak. Ja, maar hoe kan je keukenspons eruit zien alsof het de Eerste en Tweede Wereldoorlog heeft overleefd? Je bent laggy. Dan mag je die andere passie gaan, hè? Zo loop ik door de winkel heen met mezelf te ergeren aan dingen die ik daar kan kopen. Zoals jullie horen ben ik op dieet. Ik ben zeer vrolijk, hoor. Maar het langzaam kom ik bij die afdeling die bij me aansluit. Kijk die laggy beesten hier, maar ik kom straks bij jullie rustig aan met die groene banaan. Het lijkt of het net 3 minuten geleden van die boom is geplukt. Je moet dat ding 2 weken laten staan. 2 weken. Stront. Nu lopen we door een gangpad. Met zo'n soort pampers. En aan de andere kant omheen noten. Deze rommels kan ik ook overslaan, hoor. Die noten zijn wel gezond. Maar voordat je het weet heb je een hele bak cashewnoten in je porum gestopt. 2000 kilocalorieën in de plus. Stop dat ding. Ik heb genoeg toiletpapier thuis. Chips gaat het ook niet worden. Iemand bouwt hier een kasteel. Kijk die kasteel met al die producten hier. Je kasteel is mooi, hoor. Ja, mooi, mooi. Please. Als ik weet hoe ik jou mis. Yunami Mati. Hey, als ik je zeg, door dik en dun heeft paprika chips me gered. Wanneer je diep depressief bent. Maak een zak paprika chips open. Of een zak bolognese. Maar uiteindelijk, wanneer al die chips uit je neus komen. Lees naturel. Iep, 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 iep. Zeg je, lees naturel? Boy, die gaat je altijd uit de branding helpen. Nu lopen we op een afdeling die ik vaak heb gezien het afgelopen jaar. Dus die hele soppie afdeling sla ik over. Ik zie jullie weer tijdens oud en nieuw. Nu maak ik een halve skirai naar die afdeling waar ik eigenlijk moet gaan. Laat me even kijken. Laat me even contact Odie even als ik die roti ga zien. Waar is die roti? Waar is die roti pakket? Roti pakket toch? Je kan me niet zeggen dat die roti pakket van Knor uitverkocht is. Oh, ik heb het gevonden. Look in, ja. Mitaki Odi Odi Odi. Hiep, piep, piep, piep. Met lekker veel groente. You lucky beast. Het Nederlandse stelsel. We lopen nu naar al die gevangen vis. Waar is die moortjon? Die blik wordt steeds kleiner van die moortjon hier. Nederland. We kijken naar al die kruiden. Even een algemene waarschuwing. Voor uw gezondheid. Wie nog met dit kook, ik sla je tegen de vlakte. Wie nog Ajinomoto zet in zijn eten. Ik wil je zo hard klappen. MSG, google dat ding. Nee, als je vandaag de dag nog steeds met Ajinomoto kookt, is er sowieso geen hulp meer voor jou. Want je bent al helemaal naar de kloten, sorry. Sorry. Maar je moet weten hoe ongezond die rommel is. Informeer jezelf. We zijn bij de zuivelafdeling. Ik ben geen koe, dus ik eet geen zuivel. En nu komen we bij die ingepotte rommel hier. Oké, die bruine bonen. Oké, maar wat ga ik koken dan? Een bruine bonen zal wel spank zijn. Maar bruine bonen wil ik met rijst. Echt met rijst. Rijst. Kijk hier. Al die magnums. Plot. Weet je hoe lang? Ik eet geen magnums. Die dingen is niet. Nu straalt alles wat kleur heeft je oog. Augurk. Hai, baya. Alsof ik een rouwwandeling loop. Door die winkel. We komen bij de vers afdeling. Kijk mijn afdeling. De aankomende periode is dit mijn huis. Mijn thuis. Dus we gaan een aantal producten in het mandje gooien. Tot nu toe heb ik nog niets gevonden wat mijn oog streelt. Maar we gaan hier een klein beetje inslaan. Wat zal ik kopen? Wat zal ik koken vandaag? Ik heb werkelijk geen idee, ik heb geen inspiratie niet. Ik heb genoeg inspiratie gezien in die andere gangpaden, zeg je? Een sperp. Ik eet vegan toch nu, maar een sperp of iets. Wow. Iemand kwam gisteren binnen met, wat was het? Dokter, met Kentucky Fried Chicken. Oh, als ik je zeg dat die geur van die Kentucky Fried Chicken helemaal tot in mijn neus is gekropen. Helemaal in mijn bonje, in mijn DNA. Is die geur van die KFC gegaan. Toen dacht ik, joma, prima met je zoveel kruiden en om mijn secret rommels. Waarom kom je in mijn neus? Mag je niet eten?
Waarom doe je dat? Ik ga een zak mandarijnen pakken. Heb ik dat in ieder geval. Mandarijnen. Oh, kijk hier. 3 voor 4,50. Oké, okay. 1 kilo zak mandarijnen. Ja. Dan hebben we een zak van deze appels. En dan moet ik of frambozen of bessen. Waar zijn die kabessen? Pardon. Oh, oké, okay, kennelijk zijn er alleen maar frambozen over. Dus dat gaat hem worden. Nou, ik denk dat ik heb bereikt wat ik wou bereiken hier in deze winkel. Ik zal een gekookte ei eten met die soep, die gele peesjesoep wat ik nog in de vriezer heb. Want de rest is allemaal naar de klote hier. Kan je nog herinneren dat ik die M&M heb gepakt en die Tony Chocoloni? Wel, ik ben een klein beetje rebels. Je gaat toch niet denken dat ik terug ga lopen om dat ding terug te gaan zetten. Mooi. Bye bye. Ik hoop dat je doodvriest, Juma Pang Pang. Nu gaan we betalen. Huh? We gaan betalen. Ik ben lastig. Oké, mensen, het is een goed tijd om een prijsvraag te doen. Dat is mijn eerste prijsvraag op mijn kanaal. Degene die kan raden of mij kan vertellen hoe dit ding heet, ja, waarmee wat je op deze band gooit, hoe het exact heet, krijgt van mij een tas gratis boodschappen. Dus hoe heet dit? Dan krijg je gratis boodschappen. We gaan betalen. Alleen je nagel. Dat zei je in mijn vlog, joh. Hoe depressief die dingen op die band zijn hier. 8,15 euro. Ik ga je 10 euro geven. Bye bye. Hier deze winkel toch? Het zijn mijn soort mensen. Ik zou hier precies kunnen werken. Als je smetvrees hebt, letterlijk je klein gaat gooien hier in het automaat. Ja, bonnetje alsjeblieft. Waarom praat die vrouw door me heen? Dankjewel. Kijk hier, mijn kleingeld komt uit dit apparaat. Kijk hier. Is toch prachtig? Maar ik vraag me af hoe vaak ze dit ontsmetten. Maar maakt niet uit. Dit zijn mijn producten. Oké, mensen, het zit er weer op. Laat me even hier gaan staan. Hoor. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik moet in de kamer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit is een vlog hoe je boodschappen doet met Finder Creator wanneer je op dieet bent. Ik ben oprecht goed depressief. Dus je gaat thuis op de bank in foetushouding huilen. Maar ga straks lekker genieten van mijn soep hoor. Vind je dit soort dingetjes leuk? Geweldig. Ik wil je vragen om te abonneren op mijn kanaal. Laat een comment achter below. En like deze video. Tot de volgende shoplog. Doei!